Wat fijn dat u weer kijkt naar weer een nieuwe aflevering van Even Buurten. En vandaag zijn we op de Vrije Markt in Kuik. Ik ben benieuwd welke gezellige mensen vandaag hier met mij willen buurten. Kijkt u mee? Goedendag meneer. Hallo. Wat brengt u hier vandaag naar de Vrije Markt? Ja, ik weet het niet. Het zal niet wel worden, denk ik. Waarom niet? Nou, het is er niet druk. Komt u hier vaker? Ja, ik kom er wel eens. Ja, ik sta hier met de kraam. En normaal is het echt veel drukker? Ja, normaal wel. Ja, dat zal het nodig worden druk, hè. Ja. Dus het heeft nog hoop vandaag. Er komen nog wel mensen. Ah, verkopen doen we toch niks, maar dat geeft niks. We zijn van huis af, hè. Ja, maar waar komt u vandaan? Sint-Oederode. En dan komt u hier iedere maand? Zaterdag. Iedere zaterdag staat u hier op de markt in Kuik? Ja. En waarom doet u dat? Welk? Waarom doet u dat? Waarom bent u hier? Dat is mijn hobby. Dat is gewoon mijn hobby. Ja, ik kan ook thuis zitten, maar daar heb ik ook niks. Kijk, en nou zit hem hier mooi onder de mensen. Is dat ook wat u er zo leuk aan vindt? Gewoon lekker onder de mensen zijn? En je ziet een mooie vrouw wel. Is dat zo, ja? Ja, dat is zo. Dan kunt u lekker rondkijken de hele dag. Ja. Maar wat verkoopt u dan, meneer? Ik verkoop niks. Ik wil het verkopen, maar ik verkoop niks. Gaat niet weg? Nee. Wat wilt u dan verkopen? Nou, dit, de vogelhuisjes. Maar dat koop ik niet. Maakt u die ook zelf? Ja. Ja, dat is mijn hobby, hè. Ja. En heeft u daar vroeger ook werk in gedaan? Bent u timmerman geweest? Nee, ik ben bij de NAM gewerkt altijd. De Nederlandse aardoliemaatschappij. Veel over te doen, dat is geen geliefde maatschappij volgens mij nu. Nou, niet meer, hè. Nee, maar wij werken er wel mooi. Maar ja, toen word ik te ziek, kreeg een hartstilstand en dan mocht ik niet meer werken. En nou doe ik dit maar een beetje. Dus ik ken nou toch mijn verzet. Gelukkig, dus komt u er toch nog uit? Ja, zeker. Ja, dan heb ik er wel niet uit, maar dat geeft me. Het is een hobby, hè. Ja, alles wat u dan voor krijgt is mooi meegenomen. Ja, zo is het. En we zijn van huis af. Hallo. Hoi. Waarom zijn jullie hier vandaag op de Vrije Markt in Kuik? Stapje uit. Met z'n tweeën? Nee, met familie. Ja? Ja. En wat zijn jullie van elkaar dan? Zusjes. Jullie zijn zusjes? Ja. Kijk, en dan zijn jullie met de hele familie eruit. En dan komen jullie hier naar de Vrije Markt. Ja. Waar komen jullie vandaan? Os. Os. Oké, en hebben jullie al iets leuks gezien? Niet echt. Nee? En jij? Ja, oorbellen en alles. Heb je al gekocht of ga je er dadelijk nog voor terug? Nee, we hebben alleen gekeken. Alleen gekeken? Ja. Maar hebben ze verder nog leuke dingen? Want ik zie heel veel antiek. Ik denk dat dat niet echt iets voor jullie is, of wel? Nee. We hebben wel iets anders gezien wat jullie wel interessant vinden? Niet echt, nog. Ja, jij? Nee. Nou, nog heel veel plezier dan. Succes nog. Hallo, en waarom zijn jullie hier vandaag op de Vrije Markt? Hallo, wij zijn hier. Wie zijn wij aan het helpen vandaag in de kraam? Onze opa eigenlijk, want die werkt hier en oma die moest naar de andere markt. En toen mochten wij een dagje mee naar de markt om opa te helpen. Zo. En wat verkopen jullie? Nou zeg, dus wat verkoop je? Wat mag jij verkopen? Ik mag daar mijn speelgoed verkopen en zo. En hier zo eigenlijk. En opa en mama die verkopen daar een beetje. Ja, wij zijn niet van het speelgoed, maar zij is van het speelgoed vandaag en wij mogen daar verkopen. En wat verkopen jullie daar dan? Lampen, tweedehands spul eigenlijk allemaal, ja. Maar jij verkoopt je eigen speelgoed, waarom wil je er vanaf? Om nog een beetje spaargeld te verdienen eigenlijk en dat heb ik niet meer nodig eigenlijk. Dat speelgoed dat was nog van vroeger toen ik klein was. Ja, speel je niet meer mee? Nee. En wat doe je nu? Of als je gaat spelen, of wat ga je dan doen? Met de Playmobil. Playmobil? Ja. En kun je dan ook dingen van maken of wat doe je daarmee? Daar zijn eigenlijk poppetjes van en zo. En allemaal verschillende gebouwen. Die moet je dan eigenlijk sparen. En dan kun je daar eigenlijk mee spelen met die poppetjes. Zo, en dat vind je dan leuk om te doen, dus die verkoop je ook niet? Nee, die van niet. Dan moeten we nog bijsparen voor de Playmobil. Ja, oh, daarom ga je nu de dingen verkopen? Ja. Nou, heel veel succes nog. Dankjewel. Goedendag samen. Hallo. Hallo. Wat brengt jullie hier vandaag naar de Vrije Markt? We zijn hier. Ja, hi. Ja, jij ook. Wat doet u hier?
Dit is mijn kraampje. Kijk, en wat verkoopt u? Of en alles. Rommeltjes. Rommeltjes. Lego, cd'tjes, van alles. En waarom is het dan leuk om hier op de markt te staan? Oh, voor de hobby. Meer leuk om mensen te kijken. Ja? Mensen te zien. Ja. Gewoon lekker tussen de mensen te zijn eigenlijk. Ja. Maar bent u dan ook door de week, bent u dan ook op de markt te vinden of dat niet? Nee, ik heb volledige baan. Twee baantjes. 'S Morgens winkelcentrum schoonmaken en 's middags een tennisbaan. En dan zaterdags hier. Nou, dan bent u toch wel druk. Ja, en nou is het zaterdag en zondag, dus 7 dagen werken. En wat is dan het leukste baantje dat u hebt? Tennisbaan. Ja. Waarom? Lekker op de trap te rijden. Ja. En dan alles lekker schoonhouden, dat doet u dan de hele dag? Ja. Klinkt heerlijk. Ja, leuk om te doen. Ja. Ja. Nou, ik wens u nog een hele fijne dag vandaag en hopelijk verkoopt u een paar mooie dingen. Ja, dankjewel. De markt moet dan maar een paar keer per jaar komen. Als je elke week komt, wordt dat een beetje een sleur en dan krijg je niks meer gevonden. Je moet echt een beetje af en toe een keer rondlopen. Ja. Deze markt is zo groot. Hoe lang doet u er dan over voordat u alles gezien hebt? Nou, een uur of vier. Ja, ja. En dan heb ik toch wel, ja, ik heb een bepaald interesse. Ik heb natuurlijk niks met kleding en met boeken niks. Dus als ik klaar met boeken zie of met antiek zie, dan loop ik verder. Ja, eens. Maar ik vind het gewoon mooi om te doen. Ja. Goede dagbesteding. Ja. Ja. Nou, het klinkt hartstikke leuk. Dus ik wens u nog een hele fijne dag vandaag. Dank. En hopelijk vindt u nog iets leuks. Wie weet. Goed zo. Goeiedag, meneer. Oh. Bent u lekker met de familie op stap vandaag? Ja, vat het niet hoor. Die laat nu, nou, nu gaan ze er snel vandoor, hè? Ja, u wordt gewoon geblokkeerd. U kunt geen kant meer op. Ja, dat is... En hier kom jij ook, chef. Wil je niet op televisie? Is dat uw kleindochter? Als kleindochter, ja. U wil niet op televisie? Ja, daar is ze. Jawel, dat wil ze toch wel, denk ik. Ja. En de andere kleindochter die slaapt? Die is na te slapen gevallen. Hè? Maar waarom zijn jullie hier vandaag met z'n allen op de markt? Ja, mooi weer is, hè. Dus... Jullie wilden toch iets leuks gaan doen vandaag, dus jullie dachten, wij gaan lekker de markt op. Doel, wat moet anders doen? Kijk, die anderen waren in Melde met de carnavalskrant, moesten ze rondbrengen. Ze hadden nog een dochter mee, maar die schotter. Hè. Die dansparietje en die moest daar rond gaan brengen. En zeiden, dan gaan wij hier maar in. Ja. Dat is een mooie dagbesteding, toch? Ja, zo is het. En waar geniet u dan het meeste van? Molly? Waar geniet u dan het meeste van hier op de markt? Ja, ik geef er weinig om. Het is net voor de kinderen zo. En... Hele goede dag, meneer. Ja, hallo. Wat zit u hier? Bent u ergens op aan het wachten? Ik zit hier te wachten op een vrouw als ze nog komt. En komt ze niet meer, dan heb ik pech. Dus dan zie ik wat alleen. U heeft uw vrouw losgelaten in deze grote vrije markt? Ja, die heb ik losgelaten. Die is er met een andere tussen nu. Dus ja. Dus die haalt niks meer uit. Maar ja, dat geef ik niks. Ik heb er al 55 jaar mee moeten doen. Dus het is een varken. Weet je wat dat betekent? Dan weet ik wel wat dat betekent, ja. Oh. Ik weet niet of uw vrouw dat zo leuk vindt om te horen. Oh, daar geeft ze niks om. Want toen zei ik dan een keer, toen was er een volkbeeld. Ik zeg, dat varken doet lang een bom. Ik zeg, dat zit er altijd in de weg. Oh, zei ze, daar zit je zo druk, dat hoor ik nog niet meer. Nee, daar geeft ze niks om. Nee. Maar toch is het nog wel zo gezellig dat u samen naar de markt hier komt. Ja, ik gooi eigenlijk nooit mee. Want jullie twee gaan veel drukker. Maar nu, ja, het gaat regenen aan een slag weer. Ik dacht, daar ga ik me mee. Kijk, maar anders ga ik liever bij ons met een hand wandelen. En naar de bossen, want ik woon tegen de bossen aan. Dus als ik buiten zit, dan kijk ik zo op het land goed. En bossen en alles. Dus
Ik zit nog geen 5 minuten lopen, dan zit ik in het bos. Dus nee, ik zit wat dat betreft hartstikke mooi. En ik heb alles begaan, de grond. En ik heb vloerverwarming type aan, zeg maar, nou ook als het nodig is. En de gewone verwarming, die sluit pas aan, dat ik hem omhoog zet. Nee, wat dat betreft zitten we mooi, want ik heb het oude huis verkocht. Dan had ik ze verkocht voor 7,5 ton. Ja, zeg je dat. En er was die boekhouder van mij die het daar kocht. Maar dat wist ik niet dat dat mijn boekhouder zou worden. En toen kreeg je die moest je daar zeg maar belasting op alles opmaken. Toen zei ik of nog mijn 7 ton voor zit je, dan gaat er maar 7,5 voor betaald. Ik zeg ja, dat is nou net. Kijk, maar ik kon het voor 7,5 hebben, 7,500. Maar dan moest ik mijn moeder en vader erbij vatten. Kijk, en die bouwden er dan. Onze vader die was timmerman en ik was metselaar, en onze jam was metselaar. Kijk, wij moesten metselen. En stukken door, dat liet hij doen, maar dat weet hij ook nog gedaan. Kijk, want hij zet ook mijn huis op papier laten zetten. Wij mogen hier zo lang blijven zitten als we willen. Ja, en onze moeder ging al eer, want die had kanker. En toen had onze vader die zaten. Maar ja, die ging smiddags toe bij ons een Henk eten. Hij wou niet bij ons eten, want er waren al die kinderen. Dus ging bij ons een Henk smiddags eten. En dan zat hij daar. Maar ja, daar hadden we niks gelassen. Want die mens is wethouder geweest. 5 keer achter elkaar. En toen zei de redder, ja chef, ik denk dat het nou afgelopen is. En want nu is er een eier bij gekomen, zei hij. En dat is voor de boeren. En die houdt er veel. Frans Hubers was daar, weet je. En toen zei Frans Hubers, ja mijn chef, deze keer zullen het er zwaren hebben, zei hij. Want die boeren die stemmen allemaal op de boer. En ja, dan zie je dat maar voor wel, maar je op de boer stemmen. En toen zei mijn vader, daar geef ik niks om. Als ze het me niet gunnen, dan hoef het niet meer. Want ik ben oud zat, zei hij. En oud rijden kost je niet, dus je moest helpen met de fiets. Of je moest een wegbrengen als laag weer was. En toen was het zo, toen had je stemmen genoeg, want een beers had je ervoor. Toen trok je een boer in. Want dan kon ze naar boven. Dus als, en hij stond op de tweede plaats. Dus als je er niet zoveel gehaald had, dan had je geen boer ingekomen. Het zit het nou, zei hij. Als ik niet op de tweede plaats had gestaan, had er niet ingekomen. Want als ik onderaan had gestolen, dan hadden ze toch zo naar boven gegaan. Dus maar goed, en die boeren, ja, die hadden godverdomme zeggen, chef, had ik dat al. Ja, dat had ik al lang bekeken, zei hij. Ik moest op de tweede plaats staan, anders kreeg ik jullie niks. Want, zie mensen, die moeten ze niet, zei hij. Maar dat moet ik niet zeggen, hardop, zei hij, maar die moeten ze niet, zei hij. En ik ben... Mijn vader was goed voor iedereen, voor arm, rijk of wat. Want er kwam er een rijke boer of iemand die veel geld had, die trok hij eigenlijk niks van aan. Hij ging altijd, zet de burgemeester vooruit toe, chef die gaat recht de zee. En die trekt niemand voor of iets, niks. Hij zegt het net, altijd zoals het is. En daar heeft u het van geleerd toevallig? U vertelt ook gewoon waar het op staat? Ja, nee, maar daar heb ik het van geleerd. Nee, ik heb het van mijn vader geleerd. En ja, nu kon ik niet goed schrijven en doen. Maar anders had ik een aannemerszaak gehad. Dan had ik die overgenomen. Maar nu heb ik een zoon. Ik weet niet of ooit in Gassel komt. Nee, kijk, Gassel en de Graaf, dat is weer niks voor jullie. Hè? Nee, de Graaf moeten ze niet. Graven zijn we vaak. We hebben van de week nog gebuurd op de markt te graven. Op de markt, ja. Die zijn heel gezellig, de markten. Ja, nee, maar dat is een mooie markt. Kijk, en toen was dat klaar. En dan had mijn zoon een kwekerij. Van 5,5 een bundel groot. Dus dat is een hele... Daar hadden ze, god. Uw vrouw is er. Ze is terecht. Dat is geen goeie. Maar ze gaat er weer gelijk vandoor. Zeg, het is een verre. Kijk, kom eens terug. Hé hey meneer, hartstikke bedankt. Hè. En ik wens u nog een hele fijne dag en succes nog. Maar u zit er volgens mij wel lekker bij, hè? Ja, nee, maar dat maakt wel. Want ik ging gewoon mee voor de gezelligheid. Want het ik gewoon veel leuker. Maar nu was het toch heel verslag weer. En ik dacht, dat ga ik nog maar met. En dan staan ze daar te kijken, draaien en dan maar.
Maar daar geef ik niks om. Ik heb gewoon gezegd, zal het moeten bij onze jas zien of wordt de kippenbout te komen. Ik ben dan met de kippenbout te eten. Dus gaat u daarachter dadelijk een kippenboutje eten? Ja, ja, dat gaan we doen. Smakelijk eten alvast dan. En hartstikke bedankt dat u even met ons wilde buurten. Oh, nee, maar geweldig jongens. Goeiedag samen. Mag ik even mee buurten? Jazeker mag dat. Ja. Ja. En waar hadden jullie het zojuist over? We willen lekker een bokworstje kunnen eten. Lekker eten willen wij. Ja, dat zijn de gezellige mensen die willen altijd eten. Lekker eten, hè? Maar jullie willen nog niet gaan eten. Waar zijn jullie van? Wij zijn van TV Land van Kuik en we zijn net even buurten hier op de Vrije Markt. Oh ja. Leuk. Ja, leuk. Wij vinden het ook heel gezellig zo. Hele leuke markt hier. Ja, er zijn genoeg gezellige mensen zo, ja. Ja. Waar komen jullie vandaan en waarom zijn jullie hier nou vandaag op de markt? Wij komen uit Doesburg en we komen hier wel eens vaker, omdat het gezellig is, leuk is. Ja. Maar komen jullie dan ook echt om iets te kopen of gewoon... Ja. We hebben al wat. Wat heeft u gekocht? Twee rozenkransen. En wat gaat u daarmee doen? Ik heb er heel veel, die hang ik allemaal thuis op, vind ik leuk. En wat maakt deze nou bijzonder, anders dan de andere die gewoon, ik vind het gewoon leuk, ja. Ja. Dus iedere keer als u een rozenkrans ziet, dan denkt u, die moet ik mee. Ja, nou, natuurlijk niet allemaal. Er zijn heel veel te kopen, maar ik koop er wel geregeld wat, ja. Leuk. Heel leuk. Dus hoeveel heeft u er, denkt u, in totaal? Maar 25 zo, denk ik. Ja. Klinkt als een gezellige muur, zo. Goed ook. Nou, ik wens u nog een hele fijne dag. En smakelijk eten alvast. Dankjewel, hè. Dankjewel. Goeiedag, meneer. Hallo. Wat brengt u vandaag hier naar de markt? Ja, vrije tijdbesteding, hè. Ja. En dan is dit de leukste manier van vrije tijdsbesteding die u kon bedenken? Nou, denk het wel. Voor mij tenminste wel, ja. Ja, want wat maakt deze markt nou zo leuk? Nou, ik sta hier iedere week, dus wat dat betreft is het wel leuk. Ja. Wat verkoopt u? Ja, even door de rond te kijken, dan kun je het zien. Hè. Even de camera laten inzoomen, dan heb je een prachtig beeld. Ja, vertel, wat zien we dan? Dat is duidelijk, denk ik, of niet? Leuke brokante spullen allemaal. Dus dat is het eigenlijk. Merkt u nou dat er veel mensen hier op de markt zijn die ook echt iets willen kopen? Of zijn ze meestal dat ze gewoon aan het snuffelen zijn en ze zien wel? Ik hoop van wel. Ja, dat is voor u het beste natuurlijk. Kijken, dat schiet niet op eigenlijk. Maar we hebben niks te klagen. We zijn tevreden. Dus. En u bent er samen met uw hond? Nee. Dat is niet van u? Met mijn dochter. Die is eventjes aankomen lopen. Die hond, dat is de hond van uw dochter? Nee, maar hier staan een beetje waardevolle spullen, dus ik heb een waakhond nodig. Ja, en dus als er iets gebeurt, dan laat u hem los? Ja. Is niemand veilig meer hier? Nee, dan is niemand veilig meer. Dus dat, wat dat betreft hebben we overal op gerekend. Heel goed. Nou, ik wens u nog een hele fijne dag en bedankt dat u even wilde buurten met ons. Graag gedaan. Dit was het TV Land van Kuiken vanaf de Vrije Markt in Kuik. Voor nu hartstikke bedankt voor het kijken. En waar we volgende week zijn is nog een verrassing. Maar hopelijk tot dan. Tot ziens!